Hoe werkt het register Duurzame Leefomgeving? Dit is Rob. Rob is betrokken bij een aantal bedrijfskavels met vastgoed. Hij is benieuwd hoe klimaatbestendig zijn terrein is en welke risico's hij loopt op hittestress of wateroverlast. Ook wil hij weten wat de ruimtelijke kwaliteit van zijn terrein is en of hij iets kan doen om deze te verbeteren. Hoe komt Rob erachter hoe het ervoor staat met zijn kavels? Heel eenvoudig. Hij hoeft zijn kavels alleen maar online te registreren in het register Duurzame Leefomgeving. Want het register Duurzame Leefomgeving kan voor elk terrein in Nederland een omgevingsscan uitvoeren op het gebied van klimaatadaptatie, biodiversiteit en gezondheid. Na registratie ontvangt Rob een rapport met een overzicht van de kansen en risico's voor zijn specifieke situatie. Hij krijgt ook een indicatieve duurzaamheidsscore voor zijn terrein. Voor Rob is dat een voorlopig C-label. Dat is niet slecht, maar kan beter. Uit de omgevingsscan blijkt dat Robs vastgoed risico loopt op waterschade bij extreme regenval. Er is te veel bestrating en te weinig groen. Het water kan niet snel genoeg weg. Ook is het droevig gesteld met de biodiversiteit op het terrein. Om zijn risico's te beperken en de kwaliteit van het gebied te verbeteren, geeft het rapport praktische aanbevelingen. Nu heeft Rob inzicht en kan hij aan de slag. Hij wil het indicatieve C-label omzetten in een definitief A-label. Dat is ambitieus, maar niet onhaalbaar. Rob roept de hulp in van een expert. Niet zomaar een expert, maar een NL-terreinlabel-expert. Samen werken ze de aanbevelingen van het rapport uit en stellen ze prioriteiten. Rob pakt het groots aan. Tegels verdwijnen, bomen worden geplant en er komen mooie groenstroken. Langzaam transformeert het versteende terrein in een prachtige groene oase. Dat ziet er mooi uit, Rob. Na het registreren van zijn terrein en het realiseren van de maatregelen, kan Rob het effect gaan monitoren. Wat blijkt? Op zijn dashboard ziet hij dat zijn ingrepen effect hebben gehad. Het risico op wateroverlast is gereduceerd en de kwaliteit van zijn kavels is stukken verbeterd. Rob is blij. Hij heeft zijn doel bijna bereikt. De laatste stap is de definitieve beoordeling van de terreinexpert. Het resultaat? Een welverdiend A-label, waarmee hij kan aantonen aan gemeenten, banken en toekomstige huurders of kopers dat zijn terrein duurzaam, gezond en klimaatbestendig is. Goed gedaan, Rob.